Er inmiddels gaat twee maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. Daily Minutes, 8 augustus 2021. Dit is het bulletin van zondag. Daily Minutes, 8 augustus 2021. Dit is het bulletin van zondag. En ik merk meteen dat ik niet goed bij stem ben. Ik weet ook niet hoe het komt, maar het is wel zo. ik denk hooikoorts, eerlijk gezegd. Maar goed. Ik ben niet zo actief met de podcast. Dus voor het eerst in heel lang. Want ik doe eigenlijk, vaak sla ik niet meer dan 2 dagen over. Nou, mijn stem is echt volkomen waardeloos. Zeg. Ik pak even een slokje water. Want het gaat nog verder achteruit ook als ik niet oppas. Maar ik werk aan wat nieuwe dingen. Zoals ik al voorspelde. Wat ik wil doen is, het zou kunnen dat ik dat in het Engels doe. Is met Daily Minutes verder gaan met de series zoals ik het al vaker over gehad heb. En daar wil ik een deel van de tijd ook video bij doen. En ik wil ze in elk geval op 2 of 3 videoplatforms publiceren. En daarnaast als podcast bij bijvoorbeeld Spotify. Dat vergt een hoop uitzoekwerk en ook programmeerwerk. In sommige gevallen, bijvoorbeeld RSS-feed die moet gemaakt worden die compatible is met... die compatible is met Spotify, ik ben er dadelijk ook uit. Hè. Als je dat niet elke dag doet, dan gaat je tong in de knoop. Ik zit hier naar buiten te kijken, maar er zitten wel erg veel vieze kattenneusjes op de ruit. Martine zit hier altijd in de vensterbank, 's ochtends vroeg, voordat ik heel actief word. En dan zit ze hier uitgebreid naar buiten te kijken naar alle beesten die hier zo door de struiken huppelen. Martine zit nu aan mijn voeten in haar favoriete kartonnen doos. En zo moet ik voorop passen dat ik er niet op ga staan. Dat schreeuwt ze wel. Ik ben altijd heel voorzichtig waar ik mijn voeten neerzet. Je weet het nooit bij katten. Want voor je het weet sta je op een kat. Of op een uitwerpsel van een kat. Of een plasje met... Laten we daar niet over in detail gaan. Wat ik ook vaker wil doen is live gaan uitzenden. Zodat dat in ieder geval een beetje geroutineerd draait. En als dat geroutineerd draait, dan wil ik ook interviews gaan doen. Die ik vrij waarschijnlijk ook live ga doen. Dus... En die publiceer ik dan integraal. En we zouden wat met Jitsi kunnen gaan doen. Op een vaste dag per week bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk nog wel een soort van voornemen. Dus plannen genoeg. Maar ik heb even tijd nodig om dat allemaal uit te werken. En ik wil ook niet wat averechts werkt. Dus als ik maar door blijf leuteren van ik ben dit van plan, ik ben dat van plan. Ik kan beter niet over mijn plannen praten doorgaans, want er komt er niks van terecht. Ik ben een beetje als een schrijver. Schrijvers die zijn bijgelovig, dat ben ik niet. Maar ik denk wel dat het een slecht idee is om over de inhoud van een boek al heel veel te vertellen. Voordat het uit is. Zelfs als dat is om de belangstelling te wekken. Omdat je dan de motivatie mist, of eigenlijk het je verheugen erop dat je iets bepaalds aan mensen vertelt. Wat bij mij toch wel een rol speelt als ik dingen publiceer. Dus het wordt geen lange Daily Minutes ook nu. Ik heb al wat nieuws. Ik heb niet altijd data. Maar er is een Amerikaanse site die elke dag een quote of enkele quotes publiceert in morsetelegrafie. En dat kan ik natuurlijk goed gebruiken. Die kan ik gewoon inzetten. Die zet ik gewoon achter de uitzending aan. En dat kun je met op de Android met morsecode reader. Of op FLDigi of andere programma's kun je dat gewoon meeschrijven. Dus dat is nieuw. En dat is wel leuk, vind ik zelf. En misschien kan ik zelf nog eens wat in Morse eraan toevoegen ook.
Ik zit me af te vragen of het, ik kan het met een hoge snelheid doen. 30 woorden is het maximale wat die site aanbiedt. Het toontje is een beetje vervelend. Hij doet het met een 1000 hertz toontje. Dat kun je beter met een lagere toon doen. Ah, dat is prachtig. Er zit een mevrouw die conservatief moslim tenue gekleed gaat met een hele lange hoofddoek. En die rijdt op een elektrische step. Of dat nou een toegelaten is of niet. En volgens mij is hij niet toegelaten, want hij heeft geen kentekenplaatje. Maar die zoekt hier met een enorme snelheid voorbij. En dat is, ja, ze staat kaarsrecht op die plak. Het is toch wel een beetje een gek gezicht. Alsof er een soort wassen beeld voorbij gaat, zonder dat ik dat respectloos bedoel. Maar het is wel een hele opvallende verschijning. En ik heb er laatst een paar keer gezien, zo had die kerk niet ver vandaan, dat ze aan het testen was met die step. Hij lijkt op de step die ik heb, ongeveer dat formaat. Alleen de plank waar je op staat, daar zit de accu in. Ik heb zelf geen belangstelling voor. Ja, je krijgt zo'n etenboefje. Maar ik heb zelf geen belangstelling voor zo'n aangedreven step. Ik heb al eens gezegd, een amateur hier uit de regio die vroeg, of die vertelde mij ooit vol vuur dat hij een scooter gekocht had. Volgens mij ook een elektrische scooter. En een home trainer. En toen zei ik van nou, dan had je je toch een hoop geld kunnen besparen waarschijnlijk. Hoewel, met een home trainer heb je geld van regen. Dus en wind. En dus ja, dat is dan ook alweer zo. Maar ik ben toch wel van plan om iedere beweging te pakken die ik kan krijgen. En ik heb hem nog niet uitgeprobeerd. Ik heb wel de helm die past, die kan ik zo opzetten, maar het is er nog niet van gekomen. Het waren ook drukke tijden en daarna had ik toch al nog een beetje soms last van overwerkt zijn. Dus ja, de stilte in de Daily Minutes betekent niet dat ik er stiller van wordt. Ik ga meer met video doen. Dat is zeker. Ik wil eigenlijk wel elke week twee filmpjes produceren. Minimaal als het kan. Wat dat dan precies is. Er zal veel over techniek gaan. Misschien dat ik wat de richting uit ga van de populaire wetenschap. Dat wil ik ook al langer. En op de langere termijn naar interviews. En die zal ik dan waarschijnlijk via Jitsi of iets dergelijks doen. Maar dan maak ik niet aan allerlei mensen bekend dat ik dat ook doe. Dan is het gewoon een 1-op-1 verbinding. Of het gaat via Skype, dat kan ook. Of een vergelijkbaar platform, dat mag ik kiezen. Maar in ieder geval, dat zijn wel geschikte opties daarvoor. En ik wil uiteindelijk dat met beeld erbij doen. Dus moet ik zelf ook met beeld, mijn gezicht in beeld gaan. In eerste instantie doe ik dat vast met een camouflage mondkapje op. Daar heb ik er meerdere van. Dat is wel grappig. Ik ben nog steeds ziek. Ik ben niet een groot fan van in beeld verschijnen. Maar goed, ik kan dat wel. Ik kan ook wel acteren met gezichtsuitdrukkingen en zo. Dus dat is allemaal ook niet zo'n groot. Ik heb hier niet heel veel ervaring mee voor publiek. Maar ik blijk dat wel goed te kunnen. Hè, Boef? Ja, wat zit je nou verwijtend aan te kijken? Die denkt van nou, er praat in dat ding. En schiet er maar gewoon op. En ze zit echt helemaal... Ik sta aan de scharnierkant, met mijn hand aan de scharnierkant bovenop de koelkast. Ik heb zo'n hoge koelkast. En zij weet dat de deur gaat aan haar kant open en dan staat ze vlakbij. En dan staat ze zo echt naar die deuropening te kijken. Toe maar. Ja, want je eten staat in de koelkast, hè. Moet je brokjes? Ja, dat wil je wel, hè. Het is nog helemaal geen tijdje, het is hartstikke vroeg. En dan op zometeen als het etenstijd is weer vragen. Of niet? Zal ik je toch maar geven? Ja, ze spint al. Ze heeft al in de gaten dat ik om ben. Ik knip al een stukje eruit. Nou, ik weet niet zeker of het nodig is om er veel uit te knippen. Misschien had ik wel wat van het gemiauw van Martine staan ook. Maar dat zijn de plannen. En er moet nog wel, want ik kan het natuurlijk ook wel on the fly doen. Dat ik alvast begin en dat ik bijvoorbeeld op één videoplatform begin. En gaandeweg er andere bij doe. Maar vooral Spotify is volgens mij redelijk wat denken en of programmeerwerk. Dus daar moet ik dan nog wel even wat uitgebreider naar kijken. Ik ken iemand anders die dat ook gedaan heeft vorig jaar. Maar het is zo dat de afgelopen tijd het aantal luisteraars via de server wat begon te dalen. Dat is voor mij ook een teken dat ik wat veranderingen moet doorvoeren. Want het was nogal aan het kabbelen. Ik wilde wat structuur aanbrengen. Ik begin met de Schumann-resonantie zoals Pascal aangeleverd heeft. En Pascal heeft meer dingen aangeleverd, dus die ga ik ook doen. Ik denk toch dat er kans groot is dat ik in het Engels begin. Dat is toch wat ik zo pas ook al zei, maar wat ik al langer van plan ben. En je hebt dan een stuk groter publiek. En ik moet het dan ook alleen in het Engels doen. Omdat anders haken de Engels af als ze zien dat, of horen dat het...
En ik denk dat de meeste mensen in de doelgroep, dat was bij PI2 NOS wel vaak een probleem. Maar ik denk toch dat de meeste mensen in de doelgroep het Engels wel verstaan. Ik ga het niet ondertitelen, want dat is toch wel zoveel werk. Maar ik denk dat dat geen probleem is. Zeker als ik kijk nu wie er op het chatkanaal zit, is dat niet echt waarschijnlijk dat mensen daar grote problemen mee hebben. Maar het zou kunnen. Maar dat zijn allemaal nog overwegingen en dingen die misschien later nog weer veranderd kunnen worden. Of dat ik een apart kanaal heb voor waar ik ook Nederlandse dingen op publiceer. Maar dat moet ik gewoon kijken hoe het uitpakt. Maar het is zo dat potentieel, en niet dat ik meteen denk dat het daar direct ook aanspringt, maar potentieel is, als je het in het Engels doet, het publiek gewoon verschrikkelijk veel groter. Dus de kans dat er een groot aantal mensen dan luisteren en kijken is dan ook gewoon groter. Dus ja, dat moet ik gewoon doen. Dus goed, tijd voor verandering. Zoals elk jaar in augustus. Nou, elk jaar, dat is niet zo, maar wel elke keer als er veranderingen waren. Ik heb het vaker genoemd, maar elke keer als er veranderingen waren, dan is dat altijd in augustus gebeurd, hè, bij de uitzendingen. Dus. En dat is niet bewust, maar kennelijk heb ik dan zo'n soort van grote schoonmaakgevoel of hoe je het ook noemen wilt. Maar het pakt zo uit. Ik zie nu iets vreemds gebeuren bij mijn... Ik ben bestanden aan het uploaden en die verschijnen niet aan de andere kant van de verbinding. Wat is dit nu? Het is toch een beetje vreemd. Oh, hier wel. Op de andere computer niet. Nou, daar kan ik niet gecrashed. Nee, hier werkt het wel. Het heeft te maken met dmr.li. Dus, ja. Dus morsen. Had ik nou de... Nee, ik heb de nieuwste van Onno volgens mij ook nog niet. Dus ik wil in ieder geval de Amateur Radio Newsline hier achteraan uitzenden. De column van Onno, die doe ik ook. Ik moet oppassen bij die uitzending. Ik wil eigenlijk dat niet meer doen als ik het op YouTube zet. Omdat bij YouTube heb je toch heel gauw problemen. En de column van Onno kan ik wel doen, daar heb ik gewoon echt expliciet toestemming voor. Maar de Amateur Radio Newsline, dat is een beetje grijs gebied. Op zich mag het, maar ik weet niet of ze dat heel erg op prijs stellen. Dus dat doen we dan niet. Die zet ik dan wel achter de uitzending aan, dus dat kan heel eenvoudig. Maar niet op YouTube. Ik kan hem wel op de podcast zetten, want dan ben ik zelf verantwoordelijk. En als er daar een probleem is, kan ik het ook weghalen, dus... ja, dat zijn zo van die overwegingen. Goeie vriendjes blijven met YouTube zolang het duurt. het is toch aantrekkelijk genoeg. En ik ga eens kijken wat er mogelijk is en wat we kunnen doen. Ja, er is niet heel veel nieuws. Ik zit bij het amateurnieuws. Het is internationaal echt heel weinig. De Amateur Radio Newsline heeft ongetwijfeld wat dingen. Maar goed, als je wat wel is op de site van de Veron, als je in de maand augustus lid wordt van de Veron, maak je kans om een Anytone ATE. Je moet er nooit aan gokspelletjes mee doen, vind ik. Maar goed, ik zal het dus niet doen. Maar je maakt de kans om een ATD878UV te winnen. Ik denk dat is ruim boven de €200. Dus, en het is echt een hele leuke porto. Dus... even kijken hoor. En met 62 afdelingen is er altijd wel een afdeling bij u in de buurt te schrijven. Dus met corona is het even lastig. Maar binnenkort is het weer mogelijk om lijfelijke bijeenkomsten te houden. Ook organiseerde afdelingen. Leuke evenementen. Bla 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 bla. Actievoorwaarden. De actie loopt van 1 augustus tot en met 30 augustus. Ook nieuwe leden die nog niet in het bezit zijn van een registratie dienen mee door de prijs. Maar mogen de apparatuur pas in gebruik nemen als een volledige registratie is verkregen van Agentschap Telecom. De prijs is niet in te wisselen voor een geldbedrag. Alleen volledige aanmelding. Via de Veron webshop dingen mee naar de prijs. De Veron behoudt zich het recht voor, nou ja goed, uitgesloten van deelname zijn nieuwe leden met een woonplaats in het buitenland, leden die de contributie nog niet hebben voldaan, nieuwe leden waarvoor bezwaar is gemaakt van lidmaatschap volgens artikel 6,3 van de statuten. Maar nu vraag ik me dus af, wie heeft dat ding beschikbaar gesteld? Die zei, oh ja, Communication World. Ja, wat nog wel grappig is, ik zie dat het schip van de Bouvet Island, The Expedition, ja, ik twijfel tussen Nederlands en Engels, maar in ieder geval de expeditie die begin 2022 volgens mij gepland stond. Er is een schip wat van een amateur is en die voer altijd, dat is een zeer speciaal schip, want Bouvet Island, dat ligt zoals misschien bekend in het Zuidpoolgebied, dus dat moet een stevige schuit zijn.
Maar er was een amateur die zo'n schip had en die voer dan altijd daar naartoe. Maar het schip is onlangs verkocht en dat had te maken met corona. Omdat het schip te weinig geboekt werd, was het niet meer rendabel. En dus stond die hele de expeditie op losse schroeven. En ze hebben nu, zijn ze aan het onderhandelen om toch in 2023 daar naartoe te gaan. En ik weet niet, de Bouvet Islands, dat hoort bij Zweden of Denemarken. Of is het naar Noorwegen? Nou ja, een van de drie. Noorwegen is volgens mij. Maar dat ligt in het Zuidpoolgebied. Maar het staat nummer 3 op de verlanglijst van de meeste amateurs. Dus het is een de expeditie waar rijkhalsend naar uitgekeken wordt. Je moet je voorstellen, de expeditie is ontzettend duur. Hè? Bedragen van $100,000 en daar gaat het om. Dus je moet je echt dik laten sponsoren door amateurs. Maar ook de belangstelling is ook heel groot. En het is op zich wel een leuke wereld, die wereld van de expedities. Ik doe er niks mee, ik zie er niks in, het is niks voor mij, maar het is wel leuk om erover te lezen. Op Veron.nl staat de plannen om van de Intrepid DX Group voor de expeditie naar Bouvet Island in 2023 staan weer op de agenda. In een korte aankondiging aan de wereldwijde DX-gemeenschap zei de expeditie co-leider Paul Ewing en 6 PSI dat een nieuw contract voor een chartership in de maak is. De 3I0J is het volgens mij. Ja, 3I0J. De expeditie heeft alle donaties voor het eerder aangekondigde plan terugbetaald. Nadat het contract met het charterschip Braveheart was verbroken. Ewing gaf toe dat er een grote mate van onzekerheid was of we verder konden gaan. Braveheart captain Nigel Jolly, K6NRJ, vertelde de expeditie in juni dat de Braveheart te koop werd gezet. Daarom annuleerde hij het contract voor de 3I0J reis. Wat een ingewikkelde call is dat. Ewing zei deze week dat het team een geschikt betaalbaar schip gevonden heeft waarvan de schipper bereid is om een groep van een dozijn DX'ers mee te nemen naar Bouvet. En ze onderhandelen momenteel over de voorwaarden van het chartercontract. We hebben een nieuwe aanvraag ingediend bij het Noors Pool Instituut, zei Ewing. De leiding van het team is herzien. Er zijn nu 3 co-leiders, ten eerste David Jorgensen, WD5, Charlie Oscar Victor. De co-leider verantwoordelijk voor operaties en antennes in de tweede plaats Kevin Rowett, K6TD, co-leider verantwoordelijk voor systemen en netwerken, inkoop en logistiek. En tenslotte Ewing als derde co-leider die toezicht houdt op de planning, public relations, tenten en logistiek. Ik ben echt met mijn tong uit de training, zeg. samen dit leiderschap zal een team van... Even kijken hoor. Dit leiderschap zal een team van 12 operators samenstellen om deze visie te verwezenlijken, zei Ewing. We zijn onze website aan het herzien. Daarnaast beginnen we binnenkort met de fondsenwerving voor deze hernieuwde inspanning. Hij sprak zijn dank uit voor alle eerdere sponsors van het Bouvet Island The Expedition Initiative. Verder sprak hij de hoop uit dat zij de nieuwe inspanning ook kunnen steunen. Een nieuwe website is in de maak. Bouvet is een sub-Antarctisch vulkanisch eiland in de Zuidelijke Oceaan in een gebied dat onder Noorwegen valt, inderdaad. Als ik iets wel eens jammer vind, dan is het dat Nederland toch wel heel weinig grondgebied zo heeft. Hè? Als je alleen naar Denemarken kijkt, Denemarken is zo groot of net iets groter misschien dan Nederland met minder bewoners. Maar Denemarken heeft ook zoiets als de Faroe-eilanden, die ook niet heel groot zijn, maar zeker niet klein. En daarnaast Groenland, wat echt een van de grootste oppervlakten is, al hebben ze er niks aan, maar maar ik vind dat dus wel eens, ja. En als je dan kijkt naar Noorwegen, dat is een land wat tegen de 4000 kilometer lang is. Als je dan van hier 4000 kilometer naar het zuiden gaat, dan zit je ergens een hartje Afrika. Maar goed, dat land is gigantisch groot. En dan hebben ze ook allemaal van die plukjes over de wereld nog. Hè. Niet dat ik dat territorium zo belangrijk vind. Het is gewoon een van die interessante gebieden. Als dat dan bij je land hoort, dat vind ik toch wel leuk. Ik bedoel, hoef er geen kolonie te hebben. Maar dit is onbewoond. Je doet er geen mensen verdriet mee of zo. Nou ja, misschien Zuid-Amerika een beetje. Die toch ook hun ogen wel op dat Antarctisch gebied laten vallen. Maar Bouvet ligt zo ver daar vandaan. Even kijken hoor. Het ligt een beetje richting Tristan da Cunha, wat wel een stuk noordelijker ligt. Dus even kijken, wat kan ik daar nog over vinden? Ik ben enorm in geografie geïnteresseerd, op school helemaal niet, maar ik vind dit zo interessant, zoiets.
Bouvet Island is a Norwegian uninhabited protected nature reserve. As a sub-Antarctic volcanic island, it's situated in the South Atlantic Ocean at the southern end of the Mid-Atlantic Ridge, making it the world's most remote island. It's not part of a southern region covered by the Antarctic Treaty System. The island lies 1,700 kilometers, 1,100 miles north of Princess Astrid Coast of Queen Maud Land in Queen Maud Land in Antarctica, and 1,900 kilometers east of the South Sandwich Islands. It doesn't say anything about Tristan da Cunha, which is not as far as I think, which is not far away. Tristan da Cunha is how do you say that, mid-latitude climate, if I'm right. So it's not particularly Arctic or something like that. Het is een ongelofelijke uithoek. Het is echt super ver weg. De meest afgelegen bewoners zijn volgens mij is Tristan da Cunha. Wat daar dus naar ten noorden van ligt. Ik zal eens even kijken hoe zich dat verhoudt. Ja, Tristan da Cunha is toch nog 2300 kilometer bij Bouvet Island vandaan. Tristan da Cunha vormt één bestuurseenheid met Sint Helena. Dat is het eiland waar Napoleon overleed. Maar Sint Helena, wat halverwege Afrika ligt, dat ligt er dan ook alweer 2500 kilometer bij Tristan da Cunha vandaan. Hè? Tristan da Cunha, dat ligt halverwege Zuid-Afrika en Argentinië. Iets ten zuidelijk van het zuidelijkste puntje van Zuid-Afrika. Tristan da Cunha hoort bij het Verenigd Koninkrijk, voor wie dat niet weet. En het is een eilandje met een eigen postcode sinds een aantal jaren, zodat postorderbedrijven dat kunnen leveren, want dat was nooit zo. Het was in het verleden zo dat daar naar de televisie gekeken werd door mensen die in de UK wonen, die bevriend zijn en die dan VHS-cassettes opsturen naar het eiland. Tristan da Cunha is zo afgelegen dat helemaal niet één televisiesatelliet het eiland bereikte. Volgens mij is dat nog steeds zo. Maar ze hebben nu wel satellietverbinding voor internet. Dus ze hebben ook een eigen internetdomein. Maar er wonen dus 200 mensen die ook een beetje gemixte afstamming hebben. Ik zeg geloof ik met 3 achternamen op het eiland. En het is bizar. Het is ook echt, het is 3 dagen met de boot vanuit Kaapstad. En het is niet met een helikopter te bereiken, dat is gewoon te ver. Dat zeg ik allemaal uit mijn hoofd, hè, want ik vind het zo'n interessant gebied, ook voor mijn project over soevereiniteit. Maar het is dus niet met een helikopter te bereiken. Het duurt 3 weken om te varen en het is erg ruw qua zee en het heeft geen haven. Het heeft geen beschermde haven, dus het schip moet buiten blijven liggen doorgaans. Of het is een heel klein schip, maar doorgaans moet het schip buiten het eiland blijven liggen, toch op flinke afstand. En dan moeten de kleine bootjes naar het eiland toe die de post en de vracht brengen. En er gaat geloof ik ook maar eens in de zoveel weken een boot. En als mensen dus geopereerd moeten worden of zo. Ja, op de Waddeneilanden speelt dat natuurlijk ook al dat lastiger is. Ik ken dat omdat ik in de kenniskring vroeger een huisarts had zitten die op de Schelling. Of eigenlijk was dat een oudere arts die daar in een bejaardenhuis werkte. Maar ik ken dus de situatie daar. Die ging elke week, had ze spreekuren, ging ze met de Kogelwiek. Dat is zo'n katamaran snelboot. Als ik me niet vergis, maar in ieder geval een snelboot die dat in heel korte tijd doet, ging ze erheen. En echte noodgevallen, die worden door de basis Leeuwarden opgehaald of door een andere reddingshelikopter. Maar volgens mij meestal de basis Leeuwarden als het echt spoed heeft. Daar gaat een helikopter heen. Dus, maar goed, dat is allemaal hier niet mogelijk. Dus als je hier een acute blinde darm hebt en de huisarts is er niet, ja, dan moet de veedokter, die moet je opereren als die er is. En anders een verpleegkundige, zo is het. Maar het is wel een interessant eiland, omdat het is net als, daar vergeet ik altijd de naam van, maar het eiland waar de nakomelingen van de muiterij op de Bounty terecht zijn gekomen. Dit zijn prachtige verhalen, ik zit daar vol mee, maar dit is ook wel ja, tegelijk triest en heel grappig. Hoe heet dat eiland nou? Dat is het eiland waar echt bijna iedereen zendamateur is, omdat dat de enige manier is om te communiceren. Maar er woonden ooit een paar honderd mensen en er zijn een groot aantal van naar een eiland bij Australië verhuisd, omdat het eiland eigenlijk economisch niet levensvatbaar was. En het is ook inderdaad heel klein.
Maar een deel van de bewoners kon daar niet aarden en die zijn echt al binnen een paar jaar teruggegaan. En die zitten daar nu nog aan. Dat zijn er ongeveer 50, 60 zo. De lokale radio, die, zoals in veel van die landen, die wordt gedaan met mobiele phones. Dus wordt gewoon via de mobiele phone worden programma's uitgezonden. En het is ook zover dat FM en zo, en dat werkt ook allemaal daar nauwelijks. Maar dan was dus de grap dat er was de gewoonte dat er nogal met jonge meisjes getrouwd werd. En eigenlijk ook wel kijken wij daar heel raar aan, naartoe. Maar zij vinden dat het bij hun cultuur hoorde. Maar er was ook wel sprake van verkrachting en zo. En toen waren daar vrouwen die daar een klacht tegen indienden. En toen kwamen ze erachter dat het de bewoners zelf dachten dat ze zelfstandig waren. Toen kwamen ze erachter dat uiteindelijk ze toch bij Engeland hoorden. En dat het hoogste gerechtshof in Londen uiteindelijk daar uitspraak over deed. En toen werden dus die mannen, het heeft echt een kolderiekheid. Want niemand had dat bevroed dat dat kon gebeuren. Daar niet en ook in Engeland. Eigenlijk was er niet echt rekening mee gehouden. Dus die mannelijke bewoners die wel terecht aangeklaagd werden natuurlijk. Want het was tegen alle verdragen en wetgeving van de UK in. Maar die mannen, het was dus 30% of 40% van de bevolking. Ja, het zijn 60 man, dus hoeveel is dat? En die werden dus naar Engeland gebracht. Die zaten daar gevangen in afwachting van hun rechtszaak. Maar wat dacht je wat? Toen schreeuwden ze op dat eiland mooi te brand. Want ze hadden geen mannen om de oogst binnen te halen. Oh. Nou goed, we hebben daar gauw een grote gevangenis gebouwd. Gewoon een grote schuur met wat, dat je daar toch kon verblijven met de warmte daar. En toen mochten die mannen, die mochten dan in afwachting van hun proces terug. Maar zij dachten dus dat zij gewoon zelf bepaalden wat de regels waren. En dat ze zich daar dus niet aan hoefden te houden. Mensen zijn misschien ook niet zo geletterd. Aan de andere kant, ze lezen kranten, ze zijn zendamateur. Dus ik weet ook niet hoe dat met de machtigingen gaat. Maar dat zal toch wel op een of andere manier gestructureerd zijn. Maar dat ze dus dat niet dat allemaal niet verwacht hadden. Maar het is toch gek. Ik snap nooit bijvoorbeeld dat de Engelse vorstin dus ook vorstin is van Australië en van Canada. En ze komen daar ook wel regelmatig, dus veel vaker in een andere land op staatsbezoek en in Nieuw-Zeeland. Maar in Nieuw-Zeeland hadden ze nooit een hoog gerechtshof. En dat hebben ze nog steeds niet, zoals wij hier de Raad van State hebben. Maar een jaar of 20 geleden was het zo dat, toen vonden ze dat toch maar lastig, dat er in Londen uitspraak gedaan werd als hoogste rechtsinstantie. En dat die Londenaren dat nog steeds voor ze. Zijn ze dus wel zo zelfstandig dat ze zelf konden beslissen van nou, we houden daarmee op. Hè. Dus ze hebben dat gewoon uit de wet geschrapt. Maar slecht punt is dan weer. Ik weet niet of dat inmiddels rechtgetrokken is. Dat zou kunnen, maar in ieder geval was dat een jaar of 6 geleden nog zo. Toen hadden ze geen hoge rechtshof. Dus er was niet de allerhoogste beroepsvorm die daarvoor in Engeland mogelijk was. Die kan dus niet in Nieuw-Zeeland. Dus dat, maar ja, ik vind het altijd gek. Ik bedoel, Canada, dat is zo'n ander land dan de UK. Het lijkt veel meer op Amerika, maar ook niet helemaal. Ze hebben wel een metrisch stelsel en alle kilometertellers die in kilometers gaan en niet in mijlen. Tenzij bij de grens zit, want dan zitten er twee schalen op. Maar ik bedoel maar, het is toch dat dan toch zo nog aan Engeland vastzit. Nou ja, zoals Curaçao en Aruba natuurlijk nog aan ons vastzitten en Sint Maarten. Toch wel zelfstandige landen, maar ze erkennen nog wel ons staatshoofd. Hè? En dat betekent dat ze vele voordelen hebben en ook een aantal nadelen. Ik kan me nog, toen die gemeentes, die bestgemeentes in 2010, en dan hou ik over dit onderwerp, ik kan hier echt lang over vertellen, maar het is ook wel grappig. Toen in 2010, toen werden dus Saba en Bonaire en Sint Eustatius, die werden Nederlandse gemeentes, volwaardige gemeentes. En toen was er, er woonden 2000 mensen of zo op Sint Eustatius, 2200, ik geloof het wel, en 800 op Saba. Dus dat is niks. En op Bonaire zijn er tegen de 20.000, dus dat zijn er wat meer. Maar het zijn in ieder geval eilandjes die zo klein zijn dat ze hun eigen broek niet op kunnen houden. Hè. Toerisme is op Saba bijvoorbeeld niet makkelijk mogelijk. Saba heeft niet eens een echte goede haven, dus dat is allemaal problemen. Een vliegveld wat moeilijk aan te vliegen is. En ronduit gevaarlijk, hoewel er nooit ongelukken gebeurd zijn. Maar
Er was dus in het journaal, of bij Nova toen nog, want het is 2010 speelde dat in oktober, dat ze afzonderlijke gemeentes werden. En toen was daar dus zo'n typische eilandbewoner die in shabby kleding. In de taal zoals dat daar was, ik zal dat niet proberen te imiteren, maar die zei van ja, en het is een schande, want we hebben hier een belastingkantoor en het was altijd in verval en er was nooit iemand. En ik heb nooit, zolang als ik op dit eiland woon, nooit belasting hoeven betalen. En nou komen die Nederlanders met een duur pand en... Toen moest hij betalen. Oh, geweldig. Ja, ik vind het ook wel zielig hoor, dat iemand dan denkt dat dat niet hoeft en dat dat dan ineens wel moet. Maar ja, dat is toch een beetje zoals de verhoudingen er waren. En volgens mij was het op, ik weet niet meer of het, waar hebben ze nou orde op zaken gesteld? Dat was toch ook op Sint-Eustatius, dat een jaar of 3-4 geleden dat er ineens gedonder was omdat een of andere politieke beweging, wat eigenlijk gewoon een club criminelen was, de macht dreigde over te nemen. Die hadden alle stemmen gekregen. En toen hebben ze de hele mikmak vanwege allerlei malversaties in de hele club. Maar er waren ook mensen allemaal van buiten het eiland volgens mij grotendeels. De details die staan me niet helemaal meer goed voor de geest. Maar ze hebben in ieder geval de hele club opgerold en ze hebben meteen een Nederlandse zaakwaarnemer aangesteld. En het was zo dat er was zo'n schrikbewind inmiddels door die lui. Dat allerlei, je zag in de nieuwsrubrieken zag je allemaal mensen die op dat eiland woonden, die, vooral vrouwen, die opgelucht ademhaalden van nou, het was wel een verschrikkelijke tijd, maar gelukkig zijn we bevrijd. Jongen. Ja. Maar het is toch wel, ik vind het wel leuk, een Nederlandse historie. Wat ook opmerkelijk is dat op Saba is 80-90% spreekt Engels. Hè? Die spreekt allemaal, dit zijn allemaal afstammelingen van Engelsen. En het is ook lange tijd Engels geweest. En ja, maar die soevereiniteit, dat Caribisch gebied is qua soevereiniteit, is dat echt smullen. Hè? Ik bedoel, het idiote dat je op Sint Maarten van Nederland, dat een zelfstandig land is. En het Sint Maarten van Frankrijk, dat is onderdeel van de provincie Guadeloupe. En dat is een volwaardige Franse provincie, onderdeel van de EU zelfs. Weliswaar met een aantal beperkingen om te voorkomen dat ze de bananenteelt daar in de hele regio om zeep helpen. Dus ze hebben dan niet de voordelen voor de bananenteelt die in de EU anders zouden gelden. Maar er zijn wel wat restricties, maar het is gewoon, je betaalt op het Franse deel betaal je met euro's. En Sint Maarten, volgens mij met dollars, niet met de Antilliaanse gulden. Die is op Curaçao en ik dacht ook op Bonaire nog geen gebruik. Maar volgens mij is Sint Maarten allemaal dollars, Amerikaanse dollars. Dus ja, volgens mij komt nu alle gesprekstof van de afgelopen 2 weken eruit. Ik ga hem stoppen. Hierna dus nog de column van Onno. En daarna aan het einde van de uitzending de Amateur Radio Newsline. Foundations of Amateur Radio. Recently, I illustrated the diversity of our community by highlighting social media posts made to a single community over a 24-hour period, each reflecting a different aspect of our community. It occurred to me that although those things are amateur radio, some more obviously than others, there's a whole other side of the community that isn't amateur radio. Look at radio astronomy, for example. One of my friends is an astronomer and we've been having loads of fun learning from each other. I'm getting exposed to concepts like Fourier transforms, interferometry, sampling and plenty of the mathematical concepts that underlie my interest in amateur radio. Then there's things like physics. While I've always been interested, long before I met my physics teacher in high school who helped me kick off a career in computing, I've been playing with light bulbs, batteries, disassembling old hardware like the valve radio that I was given when I was about 12 or so. There's the continued curiosity about audio. I've been making mixtapes since I was 9, and that has blossomed into an ongoing interest in audio production, some of which is reflected in my weekly podcast and fueled by my hearing loss. My interests outside amateur radio have always been wide and varied. I've learned to fly an aeroplane, learned to navigate a sailboat, learned to drive a truck, installed satellite dishes in the bush and built a mobile satellite ground station, built software solutions for piggeries and bakeries, provided logistics for remote outback events, built vehicle-mounted GPS tracking and mapping solutions, and I continue to read articles as they come my way. What amateur radio has given me is a context, a framework, if you like, to bring together these wide-ranging fields and make them hang together. An obvious, though simple, example is learning the phonetic alphabet. In amateur radio, it's a given that you'll need to learn that so that you can effectively communicate using a poor signal path.
But my phonetic learning predates my amateur radio exposure by at least a dozen years. In order to pass my aviation radio certificate, I was required to learn the phonetic alphabet before I was allowed to use the radio. It's only a small example, but it's illustrative on how, for me at least, amateur radio is the glue that binds it all together. It happens at other levels too. I've mentioned in the past that looking at a television antenna on the roof of any house before getting a license was a non-event. Today, I can't look without thinking about propagation, how the antenna is aligned, and if it's installed back to front or not. Once you know a thing, it's hard to unsee or unlearn the background of it. The same happens when I spot an antenna in the wild, stuck to a lamppost or bolted to a random roadside cabinet. Previously, they would go unremarked. Today, I wonder what information they're transmitting or receiving, what band they're operating on, who owns the equipment, and what interference they might be causing or experiencing in their environment. I have a growing interest in computer-controlled manufacturing, like 3D printing, laser engraving, and CNC, and spend some of the available time in the day learning about how that works, how to improve things, and I wonder about how the speed of communications between the various components creates an RF field of some sort, and what that does to other components and circuits. As a final experience, recently I had a medical procedure where there was a notice supplied with the logging hardware that specifically called out amateur radio as a source of electromagnetic radiation, and that I was required to refrain during the process due to a potential failure of the equipment. If anything, for the first time in a long time, I felt that there was a visible link between my hobby and the rest of the community, since that notice was given to every single person, not just the radio amateurs. Some links between amateur radio and the rest of the world are visible, and some are not. What kinds of interactions between the hobby and society at large have you come across? I'm Ono, Victor Kilo 6, Foxtrot Lima, Alpha Bravo. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.